Ben jij al geabonneerd op mijn tweede kanaal? Er staat een linkje in de beschrijving. Yo, Vaco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Sapphire. Hier op Vaco Games. En jongens, de vorige keer zijn we aangekomen in Fortree City. En Fortree City, dat schijnt ook direct de stad te zijn waar we de zesde gym kunnen vinden. Oftewel, we kunnen binnenkort weer gaan vechten voor onze volgende gym badge. En het schijnt zo te zijn dat de zesde gym een vliegpokémon gym is. Nou, dat is natuurlijk altijd goed. We hebben natuurlijk Aaron, die best wel goed tegen vliegpokémon kan. Maar het allerbelangrijkste is dat we Manectric best wel hoog hebben getraind. Level 29, hij is op dit moment onze tweede Pokémon. En natuurlijk, hij heeft een aantal elektrische aanvallen. Deze gym zou niet zo heel erg ingewikkeld moeten zijn. Tenminste, dat denk ik. Het schijnt best wel easy te zijn. Maar je weet het natuurlijk nooit bij mij. Ik verzin altijd wel een manier om het voor elkaar te krijgen. Oh, de gym is hier beneden trouwens. Let's go. Something unseeable is in the way. Er staat iets onzichtbaars in de weg. Ja, wat dan, G? Je kan er toch gewoon overheen lopen, jongen? Man. Maar dat schiet er dus ook niet heel veel mee op. Let's go deze kant op. Heb jij wat te melden? Hallo? Ik wil naar de Pokémon Gym, maar iets blokkeert de weg. Ja, dat zie ik ook. Ik was er net ook, vriend. Man. Dan gaan we maar gewoon lekker deze kant op, G. Route 120. Dan was zij net aan het trainen. Dan kunnen wij dat ook. Eswa, waarom ik deze parasol draag? Ik zal het je vertellen als je tegen me kan winnen. Dat is wel de nuttige informatie. Waarom draagt deze mevrouw een parasol? Om de lelijke bakkers achter te verstoppen. Parasol Lady Clarissa. Let's go. Oh shit, dit is wel gevaarlijk dit. Goldeen, die heeft natuurlijk water aanvallen. Lombre. Zuig die vis leeg. Kom terug. Hoppa. Supersonic. Dat gaat hem niet worden. Absorb. Oh, dat gaat hem toch wel worden. Sorry, oké. Goldeen, please, doe dit gewoon niet. Laat dit soort onzin. Trek hem leeg, Lombre. Come on! Het is een fucking goudvis. Je kan toch tegen een goudvis vechten? Wat ben je nou voor nutteloze... Lombre, we moeten straks eens even goed praten, want... Je moet... Juist, goed zo. Snap out of confusion. Absorb. Heal al die damage weer terug. Daar ben ik eigenlijk best wel blij. Oh, dat valt best wel tegen. Maar hij is ook level 29, hè, die goudvis. Een levensgevaarlijke goudvis, dit. Een levensgevaarlijke goudvis, dit is doods. Echt waar. Absorb. Het wordt tijd dat we een betere grasaanval gaan leren. Want we hebben op dit moment echt alleen maar absorb. En dat is alles. Ik wil gewoon Mega Drain. Of Giga Drain. Dat is wat ik wil. Dat is een veel sterkere absorb. Maar nee, Lombre moet het hiermee blijven doen. Ba. En zo zien wordt hij zo meteen nog een keer confused. En dan, oh, jeez, Horn Attack. Oeh, dat deed best wel veel damage net. Come on. Klein beetje schade erbij. Dus in ieder geval level 28. Aan het eind van dit gevecht. Want hij heeft nog een Pokémon. Dat is... Oh. 171 experience maar. Wailmer. Oh, maar die kunnen we wel leeg trekken. Absorb. Whirlpool. Zie ik eruit alsof ik in bad zit? Ach, dat is ook trouwens maar 1 HP. Maar Lombre zit nog wel vast in een vortex. Geen idee wat dat doet. Kom op, Lombre, dus met je best, man. Die walvis lacht je uit. Oh, dan krijgen we natuurlijk damage. Kan ik hem terugtrekken? Lombre can't be switched out. Oh, no. Lombre zit vast in een watergolf. Absorb hem maar. Hij zit in een draaikolk. Dat is Link. Maar waarom doet Lombre zo weinig damage? Het zou eens... Het is super effective. Dit zou echt de helft van zijn damage moeten zijn of zo. Waarom is dat niet zo? Astartes vind ik zo'n domme aanval. Het doet toch bijna niks. Af en toe ben ik in flin. Is het nou leuk? Hier. Dit moet meer... Je had de helft van die walvis leeg kunnen zuipen. Geef mij een betere aanval. Kap dan met die whirlpool. Ik zou je met je hoofd onder water douwen, Wilmer. Dan moet je eens opletten of je die whirlpool dat zo tof vindt. Kom, één keer. Waarom niet gewoon super effective? Waarom niet gewoon ultimate super effective move des doods? Maar even, ik heb geen absorb meer. Dan moeten we terug naar het Pokémon Center. Dat zou ook niet heel erg fijn zijn. Dag Wilmer. Beter heeft dit een hoop experience. Al moeten we die sowieso natuurlijk weer delen met Manectric, hè? Ja, het zou best op zich wel leuk zijn als Manectric nog level 31 zou kunnen worden.
Dat zou wel leuk zijn. Dan is hij net zo sterk als Kombusken. Oh god, nee. Nee, niet zij. Andere kant op. Ga weg met je interview. We hebben 2 keer een interview gegeven. We gaan geen 3 keer interviews geven, hoor. We blijven niet helemaal bezig. Hey, een Meryl. Die kunnen we leegzuipen. Behalve met Aaron natuurlijk. Aaron die gaat er niks van winnen. Laten we die andere Pokémon bovenaan zetten. Waar ben je? Lumbray. Switch. Hoppakee. Want die moet echt eventjes wat meer XP krijgen. Hey. Jij hebt al wat vogels, toch of niet? Mijn Pokémon is sterk. Hoe gaat het over met die van jou? Mijn Pokémon is niet zo sterk, hoor. Alhoewel, het ligt een beetje natuurlijk aan tegen welke trainer je vecht, hè. Kijk, als ik nu tegen de kampioen zou moeten, ja, nee, dan ga ik er niet van winnen. Maar als ik tegen zo'n random dude op route 1 moet, ah, dan moet het lukken. Niet mezelf in slaap zingen. Laat het, Swablu, laat het. Ik verzuip je, hoor, beest. Stop je maar in de mist, inderdaad. Dan hoef ik je lelijke bakkers niet meer te zien. Shrouded in mist. Surf. En dan kunnen we het laatste beetje kunnen we nog wel hier. Kunnen we nog wel healen, denk ik. Oh. Verkeerde knopje. Oké, Swablu is dood. Maak het ook uit. Als hij maar dood is. Swablu is toch ook een dragon type, of niet? Was dat zijn evolutie? Dat was 30 voor mijn Nectric. Oh, we zijn sowieso wel heel goed opgevoed voor deze gym, hoor. Dat moet wel lukken. Iswa. Oh god, hij. Wat kun jij doen? Het is een tijdje geleden. Er staat hier iets dat je niet kan zien. Als je nou dit apparaatje gebruikt op het onzichtbare ding, ik zal het je laten zien. Zijn je Pokémon klaar voor een gevecht? Mijn Pokémon zijn altijd klaar voor een gevecht. Show me je ware kracht als een trainer. Steven gebruikt de Devonscope. Een onzichtbare Pokémon wordt volledig zichtbaar. Kecleon! Hey! Oh, maar dat was Kecleon diegene die in de weg stond. Die heeft zichzelf natuurlijk gecamoufleerd. Maar daar kan je toch wel normaal overheen? Dat is helemaal niet zo'n hele grote Pokémon. Level 30. Surf. Want Kecleon, die neemt de types aan van de aanval die je doet. Nu is hij dus watertype. En als ik dus nu een absorb op hem doe, dan zou het super effectief moeten zijn. Zuigt die Kecleon leeg. En dan wordt hij een grastype. Kom op, was dat echt alles? Nu is hij grastype. Zal ik deze Kecleon vangen? Niet voor mijn team of zo, maar het is wel leuk om hem te hebben. Oh, is het wel zonde van de experience. Ik denk dat Kecleon best wel veel XP gaat geven. Ik ga hem toch niet gebruiken voor mijn team. Nature Power. Bam. Dat doet echt helemaal niks. Nou is hij normal type. Die Kecleon weet ook niet wat hij wil. Goh, jong, beslis nou iets. Wat wil je nou zijn, Kecleon? Grastype, prima. Vuurtype, prima. Maar doe iets. Psybeam. Of het even wil laten. Nature Power. Kom op, Swift eroverheen. Ik ga hem gewoon verslaan, jongens. Ik kan de XP goed gebruiken. Ik ga hem toch niet in mijn team stoppen. Dus waarom zou ik hem laten leven? Het is tijd om te sterven. Absorb. Zal weer niks doen. Nope. Wordt wel een grastype. No. Nature Power. Swift eroverheen. Dat zou de doodsklap moeten zijn. Kecleon zou dit team... Daar, Kecleon. 282 XP. Level 28. Hiep, hiep, hoera. Lombray is een baas. Je battlestyle is intriguing. Je Pokémon zijn heel erg gegroeid. Ik wil... Ik krijg ze Devonscope. Oh, wat aardig. Dan kunnen we natuurlijk die andere Kecleon kunnen we zichtbaar maken. Dat is als... Waar is hij nou? Hij is weg, jongen. We gaan terug teleporteren. Want dan hoeven we niet helemaal terug te lopen. En dan kunnen we die Kecleon die in de weg staat, kunnen we verslaan. Waarschijnlijk. Ik denk dat ik er weer mee moet vechten. En dan kunnen we daarna proberen of dat we de gym kunnen krijgen. Of in ieder geval de eerste paar trainers in de gym. Want elke gym heeft altijd gymtrainers. Die kunnen we ook pakken. Lekker experience. Misschien dat we dan deze aflevering nou wel onze 6e gym badge kunnen krijgen. Weet jij veel. Misschien dat dat de volgende aflevering wordt. Maar dat zien we nou alweer. Laten we eens maar eens kijken of we dit helemaal voor elkaar kunnen krijgen. Lombre is er bovenaan. Ik ga Curlia even op de eerste plaats zetten. Want Lombre is natuurlijk ook een grastype. En een grastype is sowieso heel zwak tegen een vliegtype. En het schijnt een vlieggym te zijn hier. Ja, oké. Wil je de Devonscope gebruiken? Jazeker. Kecleon.
Oké, doei. Dag, Kegelion. De gym. Dit is waar we voor kwamen. Wat hebben we hier? Yo, gaat het? Champion Bound Vakonov? Winona is een meester van vliegtypes. Door de draaideuren moeten we heen. Oh, help. Dit wordt moeilijk. We gaan proberen. Als je niet probeert, weet je zeker dat het niet lukt. Badampampam. Pam, pam. Wie gaan we even vinden? Birdkeeper Jared. Heeft een dodu over level 30. Gevaarlijk. Curlia. Traced Runaway Psychic. Rage. Als ik hem nu aanval, wordt Rage sterker namelijk. Maar zijn special defense is al down. Rage is building. Hij mist. Awesome, dan is hij nu dood. Sterf, Doduo, sterf. Pokkenvogel. Killeke rooster. Een Psychic is ook een special aanval, dus dan is hij sowieso extra zwak. Rampapam, je bent sterk. Ja, maar dat weet ik toch. Waarom kom ik anders in de gym, vriend? Hop. Volgende. Winona heeft me persoonlijk les gegeven. Koop een taart en gaat vieren, zou ik zeggen. Kylie sent out Swablu. Go Curlia. We doen het gewoon hetzelfde manier. Natural Cure getraced. Psychic. Nee. Niet slapen, Curlia. Kom op, dit is een gym battle. Ga dan niet slapen, dit is een gym battle. Curlia, word wakker. Mist. Dan kan ik zijn stats niet naar beneden krijgen. Maar kan hem wel raken. Je zou toch zeggen dat je in de mist die tegenstander dan niet kan raken. Curlia, word wakker. Ik heb je nodig. Fury attack op je bakkers. Daar word je toch wel wakker van. Je wordt aangevallen door een andere Pokémon. Daar word je toch wakker van. Kom op, Curlia. Curlia, woke up. Curlia. Nog een keertje proberen. Curlia, woke up, hè. Psychic. Fury attack mist. Psychic eroverheen. Bam. Zie je wat het kan, Curlia? Ik heb er vertrouwen in je. Beetje. Niet al te veel, maar wel wat. Picnicker Kylie. I was beaten. Oh, ik hoop niet door je vader. Back. Hebben we nog een super potion? Niet heel veel trouwens. Ik ben deze gym ingerend zonder items. Niet heel slim. Ah, zo. Haha, got it. Kijk of dat dit werkt. Geen idee of dat dit werkt. Hé, hey, dat is eigenlijk niet zo moeilijk deze puzzel. Dit is super makkelijk. Dit is een puzzel, snap ik wel. Dat is wel fijn. Zoals puzzels zijn die zijn. Er is geen enkele behoefte voor Winona, onze gymleader, om met jou te dealen. Ik ben goed genoeg. Oh, maar dat zullen we nog wel eens even zien. Dat gaan we nog eens even meemaken, vriend. Camper Terrell heeft een Talo. Kom op, Curlia. Traced Guts. Misschien hebben we zo nog eens eventjes voordat we... Gaan we gevaarlijk doen. Voordat we de gymleader gaan vechten, jongens. Wil ik nog wel... Uiteraard nog maar een klein beetje. Ik wil wel eerst eventjes mijn Pokémon helemaal healen. En extra Pokémon potions kopen natuurlijk. Want we hebben nu nog maar 2 potions. Nou, daar win ik het niet mee van een gymleader. Zeker niet als deze Pokémon al level 29 zijn. Al zijn mijn Pokémon wel weer richting de gymleaders Pokémon. Dus dat is wel fijn. Endeavor! Nee! Kijk hoeveel damage! Zo onaardig! Manectric. Swallow komt er overheen. Wellicht dat we iets van damage kunnen doen. Nope. Swallow is natuurlijk ook veel te snel. Of Curlia is te traag. Dat is ook nog een mogelijkheid. Aaron. We kunnen jou ook nog wel wat extra SP geven. Go, Aaron. Takedown. Quick attack zal niet zoveel doen. Takedown eroverheen. Moet ook geen hol, maar in ieder geval een heel stuk meer. Nog een We gaan geen dubbelteam spammen, vriend. 1 dubbelteam is meer dan voldoende. Kappen met die onzin. Anders kunnen we hem zo meteen niet meer raken. Hij zal nu al heel moeilijk zijn, want hij heeft nu al IV's in de verhoogd. Gelukkig is Aaron een beest. Daar had hij niet meer rekening mee gehouden. Hij heeft het 2 keer gedaan. 1 is voldoende hoor. Hier, nou raak ik hem niet meer. Oh, no.
Goed zo, Aaron. Aaron is de baas die alles kan, hè? Maar dat wisten we al, eigenlijk. Stiekem een beetje, dat wisten we al. Mijn Next Great Experience. Wanneer krijgt mijn Next Great nou weer een leveltje erbij? Ik vind dat hij wel een leveltje verdiend heeft ondertussen. Waar is de gymleader? De gymleader is daar. Kunnen we makkelijk naar de gymleader toe lopen? Waarschijnlijk niet, hè? Hey! Snap gesloten! Hoe de neuk werkt dit? Oh, dan moet ik eerst via hem natuurlijk. Ah, got it. Oh, hi. Maar is niet de bedoeling. Hij mag niet verliezen. Als lid van de 4-3 Gym. Oh, maar dat kan ik wel regelen voor je, hoor. Dat is helemaal geen probleem, hoor, Jeep. Birdkeeper Wills en Out Wingo. Het is toch geen gym-Pokémon? Alhoewel. Watergun op Aaron. Gonna hurt. Best wel behoorlijk, trouwens. Oké, Aaron dood. Takedown doet sowieso damage. Misschien hebben we mijn Nectric nog eventjes in moeten zetten. Gewoon nog eventjes wat extra damage. Oh, en trouwens, Zigzagoon had een item, zag ik. Misschien hebben we hem nog één leveltje hoger kunnen krijgen. Een haar in mijn mond. Gaat er daarbij. Daar is één. Want dan hebben we net het extra beetje damage. Swallow. Oh, die moet best wel veel XP geven. Thunderbolt. Ja, mijn Pokémon zijn ook lekker snel. Zeker mijn Nectric. Dat was Swallow. Kom op, 5000 XP. Ah, niet veel. Pelipper, die hebben we nog niet eerder gezien. Pelipper is natuurlijk de geëvolueerde versie van die eerste druif. En ook niet zo heel erg snel, dus die kunnen we best makkelijk te pakken krijgen. Super effectief. Nou, dit moet level 31 voor mijn Nectric zijn. Ja, zie je wel. Kan ook niet anders. Mijn Nectric is trying to learn Roar. Ga weg met jouw Roar. Roar in je hol. Mijn Nectric. Oh, wacht. Kunnen we deze zo doen? Let op. Hop. Toenk, toenk. En dan kunnen we veilig langs hem lopen. En dan zijn we de gymleader. Awesome saus. Maar de gymleader laten we even staan. Dag gymleader. Want we moeten namelijk eventjes naar het Pokémon Center. Natuurlijk sowieso om onze Pokémon te healen. En ik zou het ook wel heel fijn vinden als ze een item ding in deze stad hebben. Maar die heb ik eigenlijk niet gezien. Misschien dat ik niet opgelet heb. Maar volgens mij hebben ze geen Pokémon markt hier. Oh wel, hier. Ik heb echt niet opgelet. Geef mij meer items. I need items. Please. Heel veel. Heel veel potions. Oeh, Hyper Potions. Interessant. Geef mij Hyper Potions. Dat zijn er 10. Revives kan ik altijd nog wel een paar gebruiken. Hoppakee. En dan spenderen we de rest aan Super Potions. Got it. Dan gaan we onze Pokémon healen. En dan gaan we de volgende aflevering gaan we vechten voor onze 6e Gym Badge, jongens. En ik hoop natuurlijk dat jullie er morgen ook gewoon weer bij zijn. Let's go, Fred. Want ik kan alle steun gebruiken, zeker tegen Gym Battles. Restore your tired Pokémon. Oh yeah, bitches. Pam, 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 pam. Mooi, man. Vaco Gamers, ik wil jullie voor nu ontzettend bedanken voor het kijken. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor het liken van deze video. En mocht je natuurlijk nog niet op Vaco Gamers geabonneerd zijn, ga dat zeker even doen. Er staat ergens een abonneerknopje daar beneden. Als je erop klikt, abonneer je op Vaco Games. Krijg je morgen ook weer de volgende aflevering van Pokémon Sapphire in je beroep. En hopelijk gaat het goed. Morgen tijdens de gym battle hier voor gym nummer 6 bij Pokémon Sapphire hier op Vaco Games. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot morgen jongens. Mazzel!